Goeiedag allemaal. Het is vandaag 12 maart 2016. Prachtige dag. Het is nu 10 voor 10. En het licht nachtvorstje vannacht. Maar nou een prachtige blauwe lucht. Volop zonneschijn vandaag. Morgen opnieuw. Het voorjaar, ja, dat begint zich nu steeds meer en meer te manifesteren. Hè. En dat is prachtig. Als je zo'n nachtvorstje hebt, dan is dat prima voor de grond. En prima voor het begin van het nieuwe zaai- en plantseizoen. En dan zijn wij als agrarische sector natuurlijk toch altijd weer beducht over ons imago. Over het beeld dat de burger heeft van onze sector en van onze individuen als boer en als tuinder. En dan vandaag slaan we de krant open, dat is het lokale blad dat we hier lezen. En dan komen we daar toch twee artikelen tegen die best een negatieve uitstraling hebben op die agrarische sector. Of dat zo bedoeld is, dat weten we niet. We nemen aan dat ze dat niet opzettelijk doen, maar toch twee pagina's achter elkaar waar eigenlijk de agrarische sector en de effecten daarvan in een negatief daglicht komen te staan. Ten eerste, op pagina 15 van die krant, daar krijgen we een bericht over de mest die uit Oost-Brabant naar West-Brabant zou worden getransporteerd, omdat ze in Oost-Brabant eigenlijk geen plek meer hebben om die mest in de grond te kwijt te raken. Dus die wordt dan, daar is men bang voor, dat die naar West-Brabant komt, naar de West-Brabantse polders. Die mooie schone kleipolders waar dan die mest naartoe zou worden gebracht, maar ook op andere gebieden in West-Brabant. Schrijven ze met grote kop, komt overtollige gier naar onze polders? Een vraag, hè? Want dat kun je in zo'n artikel altijd stellen. Als je het niet zeker weet, dan stel je maar een soort van vraagkop en dan mag je het zelf als burger invullen. Maar waar gaat het over? Er zijn volop in discussie op dit moment. Hoe gaan we met de mest om? En hoe pakken we dat aan? Maar men kan dat ook positief brengen. Maar in zo'n artikel als vandaag wordt dat helemaal negatief gebracht. Negatief alsof we het hebben over het meest vergiftige spul wat je maar naar een gebied kan brengen. En dan zijn er mensen in West-Brabant die zeggen, ja, wij willen die troep uit Oost-Brabant niet hebben. Laat ze dat zelf houden en laat die hele intensieve veehouderij, die varkens die ze daar hebben, laat ze de grond zinken en hou er mee op. En hoe eerder dat er een sanering komt en desnoods een koude sanering, hoe meer varkensbedrijven er verdwijnen, hoe minder varkens er komen, hoe beter. West-Brabant, ze hebben intensief geknokt in West-Brabant, hè, want er is een tijd geweest, en dan moeten we ook toegeven, dat die Oost-Brabantse varkenshouders die dachten, ja weet je wat, hier kunnen we niet meer uitbreiden, maar in dat West-Brabant, in die mooie weie polders, daar kunnen we onze gang gaan. Hè. Plek genoeg. En de gemeentes, die waren met hun bestemmingsplannen daar helemaal niet op ingericht en die werden overvallen door dat soort aanvragen. Waardoor je dus links en rechts in die polders, ja eigenlijk toch van die grote varkensbedrijven ziet staan. Ja, nou kun je daar natuurlijk, dat is een heel gevoelig punt, maar die horen er in feite niet thuis. Hè? West-Brabant, de polders is een akkerbouwgebied met akkerbouwbedrijven en daar zit men eigenlijk niet te wachten op intensieve veehouderij. Maar het is gebeurd en hier en daar staan er van die kolossen. En die kunnen niet meer wegkrijgen, want dat zit gewoon wettelijk zo in elkaar, ja, dat je er niks aan kan doen. Hier niet ver vandaan is er een plaatsje dat heet De Heen. Daar is een varkensbedrijf dat al jaren leeg staat. Want ja, die man die had een stallen gebouwd, maar toen bleek plotseling dat de vergunningen niet goed waren. Er zouden 7000 varkens komen. Een eindeloze strijd natuurlijk met de Raad van State en nog verder en nog verder. En uiteindelijk is het nou zover dat de stallen bevolkt mogen worden. Ja, ondertussen is de situatie in die varkenshouderij zodanig veranderd dat je je afvraagt, ja, zou hij er nog wel aan beginnen? Maar goed, hij heeft het proces gewonnen, dus hij zal het wel gaan doen. En die juridische strijd die heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk een stop is toegeroepen aan al die varkensbedrijven die van plan waren om in dat poldergebied natuurlijk te gaan beginnen. En dan hadden ze het niet. Kijk, ze hadden niks tegen varkens misschien, maar ze hadden wel tegen die intensieve veehouderij en vooral tegen de mest en de geur. Of liever gezegd, zoals sommigen dat doen, de stank van de mest. Ja, en we willen natuurlijk ook weer niet advocaat van de duivel zijn, maar je kunt het niet ontkennen.
als het in een mooie zomerdag en het is warm en je hebt een grote varkenstal staan en ook al heb je dan nog zoveel gedaan aan luchtwassers en van alles en nog wat om te voorkomen dat er natuurlijk geur ontsnapt uit die stallen. Dan is dat bijna onmogelijk, want ja, je ruikt ze wel. En afhankelijk van de wind, hoe je ze dan tegen je hebt, heb je een probleem. En dan komt die mest er nog bovenop. Waar moet die mest naartoe? Ja, die gaat de grond in. Maar je kunt niet eindeloos die mest in de grond stoppen, dus met alle respect. Ja, je zit met een groot probleem. En nu in zo'n krantenartikel wordt dat nog eens een keer weer helemaal naar voren gehaald. In het weekend, mensen hebben de tijd om te lezen. En wat denken ze dan? Ja, die boeren, ach, dat zijn toch allemaal maar vuile smeerkezen die eigenlijk van alles en nog wat de grond in proberen te stoppen. En nou brengen ze het nog naar ons toe, ook terwijl ze er zelf, in Oost-Brabant, waar ze dat allemaal veroorzaken, geen weg meer mee weten. Emotionele benadering in zo'n krant. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een vorm van angst en paniek zaaien en een vorm van negatieve sfeer creëren. Want nou lijkt het net, zoals we al zeiden, of mest vergift is. Vergif, troep, rotzooi. Maar laten we nou eens even goed duidelijk ons verstand gebruiken. Zonder mest kan er niks groeien. Met mest groeien de gewassen gewoon beter. Natuurlijk, overbemesting, dat is nooit goed. Wij mensen, als wij ons overeten, dan krijgen we ook een dikke pens en een dikke kop. En dan gaat ons hart eraan en onze bloedvaten gaan naar de sodomieten. Dat is niks. Nee, maar gewoon netjes bemesten. Daar is varkensmest en koeienmest en drijfmest uitstekend voor geschikt. En die taak, een dagblad zou ook die taak moeten hebben. Hè? Dat ze niet alleen zo'n negatief verhaal brengen, maar dat er dan eens iemand gevraagd wordt uit de omgeving of die verstand van zaken het, om bij zo'n artikel ook eens een keer te vermelden wat de waarde is van mest voor de gewassen. En de gewassen, waar gaan die naartoe? De gewassen, de opbrengst daarvan, dat gaat naar de burger. Hè? Dus in dat opzicht zou er een mooie taak liggen voor zo'n dagblad en ook voor andere media, om eens duidelijk toch eens een keer erom te wijzen dat mest niet een negatief iets is, maar een heel positief punt is voor de mensheid, voor de voedselvoorziening. Maar goed, dat was dat verhaal dan over die mest. Dan slaan we dat blad om. Dan komen we op de volgende pagina, pagina 16. Nou, dan krijgen we een helemaal een prachtig verhaal. De Brabantse Milieufederatie heeft daar weer een stem gekregen en die willen dat alle gewasbeschermingsmiddelen, alle bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk volledig worden uitgebannen. Want die bestrijdingsmiddelen zijn er de oorzaak van dat de vlindertjes en de bijen het afleggen en dat er nog andere dieren leven in de grond en in de lucht en in de bomen ten onder gaat aan de gewasbeschermingsmiddelen, zo noemen ze het niet eens hoor. Ze benoemen het bestrijdingsmiddelen, maar dat is nog heel lief genoemd. In het verhaal hebben ze het voortdurend over gif. Vergif, vergift, gif, giftig. We hebben dat al zo vaak gezegd. Kijk, als je zo redeneert, wij hebben het in de landbouw over een gewasbeschermingsmiddel. En een gewasbeschermingsmiddel, dat is in feite een medicijn voor een gewas. En dat kunnen we ook wel op iedere apotheek in elke stad, in plaats van apotheek, gifshop schrijven. He, want wat gaan we daar halen? Al onze pillen en poeiers, omdat we dan op de been willen blijven. Nou, een gewas wil ook op de been blijven. Maar die Brabantse Milieufederatie in dat artikel van vandaag, die doet het nou voorkomen alsof gewasbeschermingsmiddel ook het ergste is wat je maar kunt bedenken. Ze hebben het daar niet over, want ze praten liefst altijd over gif. Want gif, dat doet het goed. Hè? Als je zegt, nou jongens, je moet niks eten, want er is allemaal gif opgespoten. Ja, dan wordt het toch een beetje ongerust en denk je, ja, zou dat allemaal wel goed zijn? Maar laten we die zaken nou ook eens een keer netjes op een rij zetten. Zonder gewasbeschermingsmiddelen, hè, wereldwijd praten we dan, zou de mensheid omkomen van de honger. Want ja, gewassen worden belaagd over alles en nog wat. Als je weet hoe dat in elkaar zit, door ziektes, door insecten, door vogels, door bodemkwalen, noem maar op. En dan praten we nog niet eens over het klimaat, over droogte en over te veel water enzovoort enzovoort. Maar gewasbeschermingsmiddelen zijn onmisbaar. Laat iedereen dat heel duidelijk zijn. En als zulke mensen van zo'n Milieufederatie dan denken dat je dat uit kan bannen, wat kiezen ze dan voor? Kiezen ze dan? Hebben ze dan liever dat de mensheid sterft van de honger? Maar dat de bijtjes blijven leven en dat de vlindertjes blijven fladderen. Zodat ze straks in een wereld zitten
vol van verdriet en uitgemergelde mensen, maar wel met volop vlindertjes en bijen en wormen en insecten. Ze hebben het voor kiezen. Hè? Dat is toch niet. Wat is nu het belangrijkste in de wereld? Wat is nou belangrijker? De mens of het milieu? Ja, het hoort bij elkaar. Maar je kunt de wereld niet voeden zonder gewasbeschermingsmiddelen. Want dan kan je beter als Milieufederatie. Neemt dan een ander standpunt in. En zegt dan: mensen, zet allemaal in op gezinsbeperking, op geboortebeperking. En zorg dat er geen kinderen meer geboren worden. Of zet er een straf op. Of ja. Zorg dat de wereldbevolking krimpt. Ontvolk de wereld. En zie, dan kun je langzaam maar zeker misschien zo ver komen dat je met het veel geroemde en belauwerde en opgeheven biologische landbouw misschien de mensheid zou kunnen voeden. Maar met alle, ja, kunnen natuurlijk biologische landbouw, dat is in, dat weten we. Maar dat is toch, kan nooit van zijn leven. Kan dat de mensheid voeden zonder dat we gewasbeschermingsmiddelen gebruiken? Dat zullen ze zelfs in de biologische landbouw en tuinbouw ook onderkennen. Soms moet je dat gewoon doen om je gewas van de ondergang te redden. En dan zo'n tendentieus verhaal in zo'n blad. 2 pagina's achter elkaar. Eerst over de mest en dan over dit. Ja, wat moet de gewone burger daar dan nou eigenlijk wel eens van denken? Hè? Dan beïnvloed je toch dingen die een verhaal dat nergens op slaat. Ja. Luchtfietserij zou je het kunnen noemen van zo'n Milieufederatie. Goed bedoeld, daar gaat het niet om. We nemen aan dat het allemaal dromers zijn, dagdromers die een wereld voor zich zien die in feite niet kan bestaan. Hè. Een droomwereld. Maar de realiteit, de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders. Maar goed, we willen maar benadrukken dat je in zo'n blad als vandaag, het imago en wat wij met de landbouw proberen uit te dragen, in 2 van die pagina's... voor een deel weer ten onder wordt gebracht. Hè? Dat men, de mensen die lezen dat, die denken niet verder na, vader. Die denken, ja, kijk, dat staat er. Het zal wel zo zijn. Maar laten we nou de realiteitszin eens niet uit het oog verliezen. Laten we ervan uitgaan dat de realiteit is dat we ieder mens op de wereld een volle maag gunnen. Dat hij als hij naar bed gaat of wat hij gaat slapen of wat hij gaat werken, dat hij genoeg te eten heeft gekregen. Ja, en dat kan alleen maar als we de planten bemesten en als we ze beschermen. Dus wat hebben we nodig? Mest en gewasbescherming. En laat dat al die milieufietsers, laat die daar eens over nadenken en niet allemaal dingen roepen waar we niks aan hebben. Mest en gewasbescherming, dat zullen we hard nodig hebben en dat blijven we nodig hebben. Mannen en vrouwen, houdoe en tot volgende week.